Smekende kinderen, bergenafval en terroristische aanslagen zijn te zien tijdens de tentoonstelling World Press Photo in de synagoge aan de Volkingenstraat. Hier is een selectie samengesteld uit ruim 73.000 actuele persfoto's van vorig jaar. In deze tentoonstelling zijn onder andere portretten, documentaires en nieuwsbeelden te zien. De organisatie Non-Fiction Foto wil daarmee het verhaal vertellen achter de foto's. Het is een selectie van foto's die zijn uitgekozen door een gerenommeerde jury uit heel erg veel inzendingen. En deze selectie gaat de hele wereld rond. Het raakt aan heel belangrijke thema's in onze wereld de heden ten dagen. Dus iedereen herkent wel wat als je hier langskomt. Maar je gaat je ook afvragen, je gaat je in de schoenen van de fotograaf zelf gaan staan. En dat levert heel mooie ervaringen op wel. Er zijn natuurfoto's, er zijn cultuurfoto's, er zijn hele schokkende foto's van oorlogsbeelden of andere nare situaties. Het is fotojournalistiek, dus dat heeft altijd iets te vertellen, een bijzondere gebeurtenis. Helaas is dat vaker slecht nieuws dan mooi nieuws. Ja, het komt gelijk op je af eigenlijk. Het is een lucky shot geweest, deze foto. Ik zal er niet te veel over vertellen, dan moeten de mensen zelf voor langskomen. Vooral deze foto heeft vooral gewonnen omdat het gewoon een erg mooie compositie is. Je hebt het vuur prachtig op de achtergrond. Het is erg indrukwekkend, zo'n man die staat in de fik. Wat zal er gebeurd zijn hiervoor? Wat is er met hem gebeurd vooral? En waarom doet de fotograaf niks? Dat is de vraag. Heeft de fotograaf iets gedaan of niet? Hoe is hij überhaupt in de fik komen te staan? Ik krijg soms scholen en die denken dat het een crimineel is die dit huis in de brand heeft proberen te steken. Sommige mensen die denken dat hij zichzelf in de fik heeft gestoken. Dus het zijn van allerlei mogelijkheden. Het is een heel prikkelend beeld. En ik merk ook dat mensen hier wel eens weggaan, aangedaan omdat er zoveel zware foto's tussen hangen, dat het ze echt aanslaat, dat ze aangeslagen zijn en emotioneel vertrekken. En waarom het dan toch zo is dat er, we willen natuurlijk wel journalisten en hun fotografen willen laten zien wat er allemaal in de wereld gebeurt. En helaas is dat een heleboel ellende. De World Press Foto tentoonstelling is te zien tot 2 december.